Hallo reviewvrienden. Oeh, is het met jullie? Met mij gaat het goed. Ja, dat is niet zo gek. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de crowdfund van Rollenpraat. Wij zaten nogal in de piepzak vanwege die bezopen achterlijke uitspraak. En dat heeft ons vreselijke kosten eigenlijk gegeven. En toen dachten we, hoe gaan we dat oplossen? Crowdfund, misschien krijgen we de helft. Meer dan 24 uur als binnen. Oh, wat is het leven af en toe leuk. Ja, heel af en toe. Maar de vraag is natuurlijk, wat zit er onder het doosje? Wat heeft Famke Louise opgestuurd? Nou, helemaal niks. Maar wacht, weet je dan. Laten we gaan kijken. Chocola. Er is een tijdje geweest bij Jans Reviews dat ik van Ahmed de hele pittige dingen kreeg. Dan brandde ik mijn smoel. En dat vond Ahmed prachtig. Dat ik aan het huilen was van de pijn in mijn luchtpijp en in mijn slokdarm en in mijn weet ik wat allemaal. En dat ik dan ook in al mijn naïviteit en dommigheid hier koud water ging drinken. Wat het alleen maar erger maakt, want je moet namelijk melk drinken. Dat vond Ahmed mooi. Dus ik heb gewoon een keer of 20 mijn bek verbrand. Vond die man fantastisch. Toen is hij op een gegeven moment mee opgehouden, omdat ik inderdaad in de gaten had hoe je dat kon bestrijden. En toen heeft hij een gat in mijn defensie gevonden. He? Om Jan staat er een heel groot fort, heel hoog, dikke muren. Kan je aan schieten, schoppen, alles kan je doen. Lukt heel weinig. Alleen, er zit een broos gat in die muur. En dat broze gat is zwakke maag. Mijn maag is zwak. Ik heb een zwakke maag. Geef het eerlijk toe. Doet pijn, omdat ik graag sterk wil zijn. Maar mijn maag is echt gemaakt voor poppenstront. Dus doe er iets verkeerds in waar mijn maag niet tegen kan. Waaronder dus melkchocola. En dan moet ik bijna kotsen. Of helemaal kotsen. En Ahmed die vond dat gat in die muur. En die stuurde heel wat chocola op. Vind hij mooi. Weet je hoe dat heet trouwens? Sadisme. Ja? Nou. Het is weer de Milka van die koe. De melkkoe, hier heb je hem. Dat zal best een leuk beestje zijn. Alleen de melkchocolade mag je van mij houden. Ik zie hier iets mini's white van Oreo. Witte chocola. Wat erger nog is dan melkchocola. Want witte chocola bestaat gewoon uit cacao boter. Er zit helemaal niet eens cacao in. Het is het vet van de cacao. En dan koekjes erin. Ja, ik weet het niet. Maar mijn maag begint nu al te protesteren. Die roept nu al, dit mag niet. Die kan niet doen. Nou ja, we doen het toch. Dan hebben ze ook gedacht, om het een beetje minder erg te maken, dan doen we dus de melkchocolade variant met Oreo erin. En dit is Deem. Ja, melkchocolade Deem. Dus Milka met Deem. Nu heb ik Deem ooit geproefd voor Jans Reviews. En volgens mij, dat was eigenlijk gewoon pindakaas. Dus dat was een soort chocoladecupje met pindakaas erin. Heel extreem smerig. Hier zit geen pindakaas in, maar volgens mij pinda's. En dan wordt het een pinda rotsje. En inderdaad, je kent het verhaal van mij met melkchocolade. Maar pinda en chocola is een fantastisch huwelijk. Een pinda rotsje, zelfs melkchocolade. Als je die krijgt bij je koffie, doe ik hem zo in mijn mond. Alles sla ik af, komt niet eens een koekje erbij. Kijk, niet eens een koekje erbij bij de koffie. Maar als er iemand een pinda rotsje erbij doet, doe ik zo in mijn mond. Als dat een pindarotje van pure chocola is, dan vreet ik hem ook nog van, als ik met mijn moeder zit te koffie, dan vreet ik het ook nog van haar schoteltje af. Ja, nou ja, goed. Rare informatie, maar stel dat dit een pindarotje is, dan ben ik blij. Nou ja, laten we gaan proeven. Dan begin ik wel bij de gewone mini met Oreo melkchocola. Ja, dat is dan het meest gewoon. Ach, kijk, ze zitten gewoon in kleine zakjes. Dus dan, dat is dan leuk. Kan je ze meegeven naar een school aan je kinderen. Als je een hekel aan ze hebt. Even kijken. Hier is het. Ja. Nou, dat is een heel groot ding. Het lijkt wel een stel billen. Ik neem een hapje. Ja, kijk. Gestampte Oreo. Die witte meuk van die Oreo. Die zit er dus ook in. Het is niet eens vies, joh. Nee, het is niet vies. Ja, het is lekker. Ja. Dit is dus net zoals een pindarotje van melkchocolade. Ik denk, ja, het is toch lekker.
Wat is er gebeurd? Ze hebben Oreo in elkaar gestampt. Ze hebben wat extra van die witte but erbij gesmeerd. En dan hebben ze een laagje chocola overgedaan. Is gewoon goed. Dat hele zeikverhaal van mij net. Maar goed, ik ben wel misselijk. Dus ik ga gelijk door naar de melk. Of naar de melk niet, de witte variant. Witte chocolade heb ik zo'n bloed en bloedhekel aan. Dan wordt het al een beetje problematisch. Witte chocola is geen chocola, mensen. Dus als mensen zeggen, oh, lekker witte chocola, dan weet je dat ze het niet in de gaten hebben waar ze het over hebben. Want dit is gewoon vet. Cacao vet. En ja, die vulling is dus goed. Die Oreo-vulling is prima. Gaat lekker samen met chocola. Witte chocola, niet te hachelen. Witte chocola is gewoon niet te hachelen. Dat maakt niet meer uit. Al doe je verdomme hier goud in, is gewoon niet goed. Al doe je de mooiste vrouw van de wereld doe je hierin. En dan met een laagje witte chocola, hoef ik het niet meer. En ik ga er niet doorheen knabbelen totdat ik bij de vulling ben. Hoef ik niet meer te zeggen, nee dank je. Het slaat mij maar over. Ik hou er niet van. Ja. Signaaltje uit de maag is, Jentje, stop ermee. Klaar, we zijn afgelopen. Het is mooi geweest. De tent gaat sluiten en binnenkort gooien we alles eruit. En dat gaat dus over die anderhalf chocolade, Milka, Oreo ding. Ik heb dat zakje al voor me staan. Het is heel weinig, maar we moeten er nog eentje. En dat zou dus zomaar een pindarotje kunnen zijn. Ja hoor, een soort pindarotje. Oh. 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 Dit had ik even niet aanzien komen. Wat is dit? Alpenmelk chocolade met cornflakes en krokante stukjes karamel met amandelen. Heeft niets met pinda's te maken. Gadverdamme. Karamel, stukjes karamel en cornflakes in melkchocolade. Het brandt helemaal in mijn stad. Jezus. Nou, dit is echt heel smerig. Dat je hoopt op een pindaatje. Dat je denkt, ik voel iets krakants. Ik bijt erin en is het een pindaatje. En dan is het een brok karamel met een cornflakes. Wie verzint zulks? Dat is niet helemaal pijn in mijn voorhoofd. Tijd voor de cijfertjes. En dit is niet eerlijk. Dat deem, dat was niet zo heel lang geleden pindakaas. Dus dan verwacht je pinda's. En geen cornflakes met karamel. Stel nou dat je dat wel verwacht, dan is het nog steeds hartstikke smerig. Het doet pijn in mijn hele gezicht. Mijn hele gezicht heeft pijnscheutjes. Mijn keeltje begint dik op te zwellen. Want dit is gewoon vergif. Ja, Milka Deem, ik geef het een 4. Het is, ik zou het niet doen. Als ik echt heel erg de nachtjes aan iemand heb, dan doe ik dit dingetje bij zijn koffie. En dan is hij snel naar huis. Daar kan ik nou wel over. Gert, verdikke. Ja, een 5 voor de Oreo Mini White. Het concept klopt. Alleen melkchocolade is tot daar aan toe. Witte chocolade, dat gaat niet. Dat is gewoon, dat moeten we niet willen met z'n allen. Dus voor de vulling is ook prima. Het laagje eromheen, zum braken. En dat is Duits om, om te kotsen. En dus deze krijgt echt een 5, want ik kan geen voldoende geven, want het is verschrikkelijk. Maar zijn melkchocoladebroer, die krijgt gewoon een 7. En dan denk je, hé, wat is hier aan de hand? Dit is frappant. Deze een 5 en deze 7. Hoe kan dat? De inhoud, de vulling, is gewoon heel lekker. Daar gaan we niet over lullen. Dat is Oreo is een prima cookie. En die vulling is ook prima. En dat zit dan hier in een laagje melkchocolade. En de melkchocolade verpest de vulling niet, wat het hier wel doet. Dus deze is een 7. Maar maak deze ook eens in puur. Dan koop ik er nog wat meer zakjes, Milka. Hartstikke mooi. Nou, kotsmisselijk. Maar in ieder geval een tevreden mens. Ja? Mooi. Dag! Nou, ga jij ook maar liggen.